Yo, wat up gasten! Welkom bij alweer de 9e internetconferentie. Dit is een traditie die we elk jaar doen op Banya Movies. Dit is het 9e jaar op rij dat wij een heel jaar gaan doornemen in één video. En dan wel het hele internetjaar. In principe is dit een soort primeur, de allereerste conferentie van 2019. Oeps. Ik had namelijk mijn conferentie op tijd geüpload. En op oudjaarsavond moest Logan een lijk filmen in een bos en boef alle vrouwen uitschelden voor kech. En dat was nog maar dag 1 van 2018. In 2018 gingen Tim en Femke uit elkaar en Trump en Kim kwamen juist bij elkaar. Waar Steven Carl stopte met zingen, daar begon Freddie Mercury juist weer met zingen. En waar Logan Paul en KSI het samen uitvochten in de ring, daar stal de hele Nederlandse YouTube community het idee en begon het allemaal massaal na te doen. Applaus. Ik ben zo trots op deze community. En laten wij nou eens kijken waarom. Te beginnen met de grote opgeblazen blonde bimbo van YouTube, Calvin. Staat nu bekend om de roast, dus ik denk dat hij wel tegen een stootje kan. En mocht je Calvin niet kennen, die jongen is in principe zo blank dat zijn gezicht lijkt op een A4'tje waar een smiley op is getekend. En de oude media vinden veel YouTubers narcistisch, maar Calvin heeft een tegendeel bewezen. Met een boek over zichzelf, een documentaire over zichzelf, niet één, maar twee nummers over zichzelf. En zelfs een awardshow waar hij awards geeft aan zichzelf. Trouwens, grappig feitje, zijn boek Van Niks naar Kliks omgedraaid, dat is Banya Movies. Van Kliks naar Niks. Zijn lichaam is aangepast aan de aardbevingen in Groningen, dus daarom beweegt hij ook de hele tijd non-stop. En tenslotte gaat er niks boven Groningen. Daarom heeft hij ook zijn hele succes opgebouwd in Amsterdam. Dan nog, met zoveel succes kan hij niet eens een shirtje kopen voor Peter. Toen ik ook hoorde dat zijn vriendin Nina Warring filmpjes van zichzelf ging maken op het internet, was ik heel erg enthousiast. Ik dacht, yes! Tot ik ontdekte dat het op YouTube was. Ik had gewoon gehoopt dat zij filmpjes ging maken van hamsters op bijvoorbeeld een xhamster.com. En naast Calvin mochten dit jaar ook Jamila en Gio meedoen in de 1 Milli Club. En daarmee lijkt die 1 Milli Club telkens meer op een kindercrash. Hopelijk een kindercrash met stint. En als ze een stint hebben, hoop ik dat Snapking heel snel de miljoen abonnees haalt. Die jongen had moeten stoppen met YouTube in plaats van zijn naam veranderen. Hij had echt taxichauffeur moeten worden, dan kan je iedereen afzetten die je maar wil. En terwijl Smosh failliet ging, kon Snapking doorgaan. Dan zie je dat God echt niet bestaat. Wel grappig dat de enige die Snapking nog wil zien, dat is de rechtbank. En wie weet ontmoet hij in de rechtbank nog wel Mark Zuckerberg. Femke Louise had dit jaar natuurlijk een nummertje gemaakt met Ronnie Flex. En daarnaast ook nog, geloof ik, wat muziek of zo. En met één Snap is haar leven een stuk flexer geworden. Ze brak ook met haar management Busy. En daarmee is het antwoord op Busy zijn vraag niet meer ja, ja, ja. En zij ging hard dit jaar, want als laatste heeft ze ook nog een vet nummertje gemaakt met een Duitse rapper. Wat? Weet je niet wie Femke Louise eigenlijk is? Kijk mee. Femke Louise is gewoon 6ix9ine. Dat Duitsers wat met onderzeeërs hadden, dat wist ik al. Maar dat Duitsers ook iets hebben met dolfijnen, dat wist ik niet. Het was wel leuk, want je kon duidelijk zien aan Armo dat hij een beetje is aangekomen. Hij heeft waarschijnlijk flink wat zakken chips moeten eten om al die plakstickers op zijn gezichtje te kunnen plakken. En nu loopt hij er rond met twee van die blauwe vlechtjes. En als je dat ziet, ziet het er meer uit als een eenhoorn met een hele slappe lul. Die gewoon heel nodig naar de dokter moet, van ik krijg hem niet meer omhoog. Is ook chill voor de Duitsers. Want nu is de Tweede Wereldoorlog niet meer het dieptepunt in de Duitse geschiedenis. Het was ook een zwaar jaar voor Enzo. Eerst was hij zijn haren verloren. Toen was hij zijn snor verloren en toen met D was hij de borsten in zijn thumbnails verloren. Daarentegen mocht hij de kat houden en dan weet je dat het een echte break-up was. En nu, bij gebrek aan vloggende vrouwen, is ook de moeder van Enzo gaan vloggen. Die is overigens half D aan het vervangen in de vlogs. Nu maar hopen dat ze dat niet in de thumbnails doet met iets te veel décolleté. Daarnaast had Enzo heel erg veel mystery dates, ging het gerucht eronder dat hij iets had met Dionne. En daarmee was zijn slaapkamer dit jaar gewoon één grote mukbang. Wel ideaal, want Dionne heeft natuurlijk al heel veel ervaring met slime. Het was ook onduidelijk of Dee was vreemd gegaan met haar tennisleraar. Maar die tennisleraar was natuurlijk al lang gewend aan al die kreunende tennisspelers. En als tennisleraar kan je vast heel goed smashen. Dee is zich inmiddels gaan verstoppen in Zuid-Afrika. Volgens mij begrijpt zij daarmee niet helemaal de regels van het jachtseizoen. Wat een ongelooflijk grote hit was. Je weet wel waar de BN'ers verstoppertje gingen spelen. Alleen de gewone Nederlander heeft al lang bewezen dat hun beter zijn in verstoppertje. Jos Brecht die was zelfs zo goed in verstoppertje dat hij pas in Spanje gevonden werd. Kinderen gingen dat ook nadoen en vonden daarmee betere prijzen dan de BN'ers. Lily en Hovik waren zelfs zo goed verstopt dat ze in Nederland mochten blijven. Ze zouden uitgezonden worden, maar ze wouden dat niet. En het ironische is dat Humberto Tan wel uitgezonden wou worden, maar dat gebeurde dan weer niet. En bij kindervluchtelingen denk je natuurlijk aan zwemmen. Dus Maarten van der Heijden. Maarten had het kunnen redden als hij nou het doorzettingsvermogen had van een 11-jarig jongetje dat voetbalplaatjes wil voor de Albert Heijn. Dan was dit helemaal goed gekomen. Je hebt ook nog Gio of Gio of Plio of Kio. Die gozer die bekend staat om de Range Rovers. Van die gigantisch grote bakken. En daarmee heb je echt wel iets te compenseren. Alleen kwam Hieltje daar dan te laat achter. Hun relatie was echt als een lampknop. Uit, aan, uit, aan, uit. Op de basisschool had ik een stabieler liefdesleven dan dit. Ook op de middelbare school. Ook nu
En waarschijnlijk ook in de toekomst. Nu is Gio single en rijk. Dus heb je lange haren, dikke tieten en weinig zelfrespect? Stuur die jongen een DM. Jieltje hield er 500.000 volgers aan over. Wacht, wat? Ik heb lange haren, dikke tieten en weinig zelfrespect. Ik ga Gio een DM sturen, wacht even. Ik zou met hem de Kiki Challenge doen dat hij zo buiten de auto danst. Dan ga ik achter het stuur en rijd ik weg in zijn Range Rover. Klinkt dat als een debiel plan? Nou, de jongens van Prankster hebben een jeu de boelbal op een brandende plaat gelegd die in hun gezicht explodeerde. Ik kan wel merken dat hun hersenschade hebben opgelopen, want ze willen nu gaan boksen. Dan wil hij gaan vechten tegen Paul van King Alert. Ik kan alleen maar hopen dat Paul zijn klappen beter zijn dan zijn argumenten in zijn video's. Ik weet ook dat kinderen geld doneren, maar zou het niet mooi zijn als we hier ook geld voor kunnen doneren. Gewoon 1 euro is een knal op je minst favoriete YouTuber. En wist je trouwens dat Boef met Wendy is betrapt en daarna Paul heeft uitgescholden voor een keg? Ja, het is maar een roddel en ik heb ook geen bewijzen, maar ik dacht ik rapporteer het toch. Paul gebruikt trouwens veel content van kinderen om zijn video's mee te maken. Dat heeft 6ix9ine ook geprobeerd en hij moet nu de gevangenis in. Als laatste verspreidde King Alert ook non-stop de roddel dat Dee zwanger was. Dat nieuws was zo nep dat de volgers van Dotan het geloofden. En mocht je denken dat de volgers van Dotan het meest neppe waren op aarde, nou dan heb je de content van Marije Zuurveld nog niet gezien. Sommige vrouwen zijn beroemd om hun neppe borsten, maar Marije Zuurveld is alleen maar beroemd om haar neppe content. En gek genoeg nemen YouTubers hier een voorbeeld aan. Is meisje Jamila overgestapt van DIY's naar SIY's. Een steal it yourself. En ik ben ook blij dat ze niet naar Logan Paul kijkt om ideeën te stelen, want dan zat ze nu in een zelfmoordbos slime te maken. Marije Zuurveld en Jamila samen zijn gewoon een zwakzinnige millennial versie van Team Rocket. En als ze nou een snor had, goede muziek maakte en rapte, dan was het ook echt een boef. Hij kon haar wel helpen bij Keg op de weg. En geloof me, dat doet Boef heel erg snel, met wel 300 kilometer per uur. Hij scheldt vrouwen uit, is dronken, rijdt te hard. Man, die Boef is echt ingeburgerd. Jamila, Marije en Boef samen in Stuk TV De Kluis. Dat zijn drie dieven die je niet kan stoppen. Anders kan ik alleen maar hopen dat Shane Dawson nog een momentje heeft om hun even te helpen. Ik heb zelfs afgelopen jaar mijn Snapchat moeten verwijderen omdat ik bang ben dat Thanos mij een snap stuurt. Was trouwens ook bij de Oostvaardersplassen, daar waren te veel herten, dus heeft de overheid er een paar dood moeten maken. Waarom gebruikt de overheid die logica niet bij vloggers? En qua aanslagen was het ook wel een rustig jaar. Er was niet veel opgeblazen. Het enige wat opgeblazen was, dat was de pop van rapper Shores. En de stoten die hij die pop gaf, die waren heftiger dan de stoten van McGregor. Toen ik het allemaal zag, dacht ik alleen maar bij mezelf, nou, je bent jezelf niet als je trek hebt. Wat een rare Snickers reclame. En ik wil nog wel een grap maken over de Snicker, maar ik heb daarvoor echt te weinig in mijn mars. In die video had hij wel meer kleren aan dan Femke Louise in al haar clips. En rapper Shores kan het ultieme boegbeeld worden van 2018 als hij flossend uit zijn auto stapt voor een Kiki Challenge in een zelfmoordbos terwijl hij Fortnite speelt met bokshandschoenen terwijl hij overgoten wordt met slime geblinddoekt à la de Bird Box Challenge. Huh? En als allerlaatste nog YouTube Rewind dit jaar. Dat was echt mega kut. Als je dan rewind dan terug naar de tijd dat het allemaal nog leuk was op YouTube. Je weet wel, die tijd dat Ninja zich nog verscholen achter een boom en niet achter een toetsenbord. Die tijd dat je busje trap speelde en niet met de battlebus. Die tijd dat treitervloggers nog op school getreiterd werden. Die tijd dat de U nog in YouTube zat. Die tijd dat Nashville bekend stond om haar muziek en niet de anti-homo verklaringen. Die tijd dat een ei niet werd geliked, maar werd gegeten. Die tijd dat T-Series niet eens wist wat YouTube was. Die tijd dat luizenmoeders niet op tv kwamen, maar op de basisscholen. Die tijd dat Stephen Hawking en Stan Lee samen de mensheid mooie dingen gaven. Die tijd dat D nog gewoon een letter was in het alfabet en geen clickbait. Die tijd dat de klok TikTok deed en niet alle pubers op een app. Die tijd dat we naar Dylan Hagens keken op een klein scherm, niet op het grote scherm. En die tijd dat zelfzuchtige millennials niet betaald kregen om te janken over hun problemen op het internet. En daarmee kunnen we 2018 voorgoed laten verdwijnen. Oh shit, ik verdwijn. Justin Bieber, Trump, Mark Rutte. Artikel 13 heeft de video offline gehaald. Stemmel Banjo Move is in de categorie comedy. En Stemmel Banjo Town docu in serie. Ga naar makebanjogreatagain.nl en laat al die YouTubers een poepie ruiken. makebanjogreatagain.nl. Poep!